Van 19 mei tot en met 9 juni wordt een voedselinzameling georganiseerd voor Voedselbank Nijmegen over Betuwe door de Antonius van Paduakerk. Voor veel gezinnen en alleenstaanden is de wekelijkse krat met levensmiddelen een belangrijke bijdrage om zo gezond mogelijk te kunnen eten. Het doel van de voedselbank is natuurlijk om zoveel mogelijk op te halen en zo de mensen die het nodig hebben te kunnen helpen. Zo hoeven ze zich een stukje minder te zorgen te maken over deze dagelijkse kosten. De voedselbank hoopt verschillende soorten voedsel op te halen. Nou, daar zitten spullen in waarmee je dus in de week een aanvulling kunt geven op je, ja, wat je zelf kunt kopen. En als je dus heel weinig geld hebt, kun je zelf heel weinig kopen. Dus dan zal het nogal snel bijvoorbeeld pasta zijn die je zelf kunt kopen. Of de appels die toevallig ergens in de aanbieding zijn. De voedselbank wil met name producten die lang houdbaar zijn, zodat men het kan bewaren. Zoals melk, rijst, pasta en groente in blik. De voedselbank vult de kratten zelf aan met verse groente en fruit. Wekelijks maken mensen gebruik van de voedselbank. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen een krat meenemen. De voedselbank zet zich dus in en dat is hard nodig. Wij organiseren dat omdat we weten dat er heel veel mensen in Nijmegen zijn die gewoon niet voldoende geld hebben om iedere dag gezond eten op tafel te zetten. En er zijn natuurlijk diverse manieren waarop men aan spullen komt. Maar een van de dingen is donaties vanuit kerken of vanuit andere organisaties. Ik weet wel dat er 900 adressen ongeveer zijn die iedere week van de voedselbank een krat levensmiddelen krijgen. En dat betekent dus soms zijn het alleenstaanden en soms zijn het gezinnen, kleine en grote gezinnen. De voedselbank is afhankelijk van de bijdrage van burgers. Als er meer mensen voedsel schenken, kunnen er ook meer en vollere kratten samengesteld worden. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen komen om te doneren. De opkomst verschilt per kerk. Ja, dat is gewoon heel erg afhankelijk van de diverse kerken die meedoen. Sommige kerken hebben heel veel mensen die betrokken zijn. Sommige kerken hebben veel minder mensen. Ik hoop dat wij 20 dozen vol krijgen. Elke donatie wordt gewaardeerd. Iets is natuurlijk beter dan niets. Inwoners van Nijmegen en vaste kerkgangers zijn daarom van harte welkom.